Wist jij dat er twee verschillende benaderingen waren van straatfotografie waar mensen de hoofdrol spelen? Je hebt namelijk jagers en vissers. Jagers zijn heel actief op zoek naar dat juiste moment, die net die fractie van een seconde om vast te leggen en een verhaal te vertellen. Vissers daarentegen hebben eerder een passieve houding. Ze gaan eerst op zoek naar een ideale compositie en gaan dan wachten tot wanneer er een persoon in die compositie past om de klik te doen. Is er nu een juiste en een foute manier? Helemaal niet. Alles hangt af van wat je wil bereiken. Het merendeel van de tijd ga ik zelf gaan jagen. Wat is jouw voorkeur? Laat het weten hier in het commentaarveld.